Aan tafel Paul Cliteur, gepensioneerd hoogleraar. En hij is voormalig lid van de Eerste Kamer voor de Forum voor Democratie. En dit programma, dat heet Aardverschuiving of Fopspijn. En we willen heel graag weten, waar staan we nu en wat mogen we verwachten? Paul, welkom. Ja, je bent natuurlijk dankjewel. Een heel erg bekend gezicht. Bij Weltschmerz, en daar zijn we ook heel erg blij mee. Leuk. Je staat bekend als fundamenteel rechts, volgens mij. Als fundamenteel rechts? Fundamenteel rechts. Oh, dat vind ik een mooie term. Wij ook. Ja, ja, ja. We zijn het niet. Maar ja, goed, nee, zolang het niet extreem rechts is, vind ik het heel mooi. Radicaal rechts mag ook. Fundamenteel rechts vind ik eigenlijk mooier. Ja. Waar ik het met je over zou willen hebben, laten we daarmee beginnen. Hè. Forum voor Democratie heeft het niet goed gedaan. Hè. Op een of andere manier is dat niet goed gegaan. En dat is heel teleurstellend. Want wij denken allebei eigenlijk dat ze een boodschap hebben die wel degelijk verstrekkend zijn voor de toekomst van Nederland. Ja. Maar wat is daar nou de oorzaak van? Ik begin even met je kwalificatie niet goed gedaan. Ja en nee, zeg ik daarop. Hè. Natuurlijk altijd niet goed gedaan ten opzichte van 4 jaar geleden. 4 jaar geleden was die aardverschuiving in de Eerste Kamer. Die werd veroorzaakt door Forum voor Democratie. Dus wij kwamen toen, hè, onder mijn voorzitterschap, binnen. We waren meteen de grootste fractie in de Eerste Kamer. Dus het was een spectaculair succes. En dat is nu geëvenaard. Overtroffen zelfs door BBB. Hè? Dus die komen er eigenlijk. Wij kwamen toen met 12 zetels binnen, zijn nu met 17. Nou, dat is ongelooflijk natuurlijk. Dat is echt een aardverschuiving. In het licht van dat succes van 4 jaar geleden is dit natuurlijk een heel mager resultaat. Maar op zichzelf beschouwd is het natuurlijk niet zo gek. Forum voor Democratie is overal vertegenwoordigd in al die provincies. Ze hebben 60.000 leden. Ze hebben een enorm actieve in op het uitgeverij. Ze organiseren conferenties. Dus er is ook heel veel dat heel erg goed gaat bij die partij. Hele goede, vind ik, Tweede Kamerfractie. Dat is een hele eendrachtige club. Geen ruzie, geen afscheidingen. Er zijn een hele hoop mensen weggelopen de afgelopen 4 jaar. Dus er is ook heel veel om positief over te zijn, moet ik zeggen. Ja, ja. Maar dan wat mij opvalt, dat is toen de winst van Forum voor Democratie bekend was, of werd... Begon direct de demoniseren van de partijleider. Het leek wel alsof direct alle poten onder iedere stoel en tafel werden weggezaagd... om te voorkomen dat ze politieke invloed zouden krijgen. Dat is mijn indruk geweest. Klopt dat? Ja. Zeker. En klopt dat. Je kunt wel zeggen dat Forum voor Democratie... die heeft natuurlijk niet alleen moeten dingen op de kiezersgunst... maar ook een enorme strijd hebben moeten voeren tegen het Nederlandse journaille. En tegen de NPO, minus ongehoord Nederland. Dus ja, het is een enorme strijd die ze hebben moeten leveren. En op verschillende speelborden. Ja. Op verschillende speelborden. En die NPO die werkt ten gunste van de zittende partijen, van de middenpartijen, zelfs van de coalitiepartijen, wat dus door Forum voor Democratie het partijkartel wordt genoemd. Dat is niet alleen een partijkartel, maar dat is ook een mediakartel. Ja. Ik weet niet. Maar wat je zegt is de invloed van de media dus enorm is, hè? Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vind dat heel moeilijk om dat te taxeren. Want ik denk natuurlijk ook, kijk, PVV is natuurlijk ook al heel lang tweede partij van Nederland. Hè. Heel soms lijkt het zelfs op dat ze de eerste partij gaan worden. En die worden natuurlijk ook volkomen geboycott door de NPO. Hè. En toch... blijkt dat weinig effect te hebben. Dus het is altijd onduidelijk hoe het zit... die invloed met die media. Maar ik moet wel zeggen, ik vind het voor een democratie slecht. Een democratie beoogt te zijn pluriformiteit aan meningen. Diversiteit aan meningen. Hè. Dat hebben we in alle internationale verdragen hebben we dat neergelegd. Er wordt voortdurend lippendienst daaraan bewezen. Nou, daar is totaal geen sprake van bij die NPO.
Ik weet niet of je diversiteitswatch kent. Dus nee, dat is zo'n dat is een hele leuke organisatie. Die houdt dus bij hoe vaak Kamerleden van een bepaalde politieke partij verschijnen in de programma's van de publieke omroep. De praatprogramma's bijvoorbeeld. Nou ja, dat is genadeloos. Dan zie je bij Buitenhof voortdurend maar cirkelt dat rond VVD, PVDA, CDA. D66. CDA is gehalveerd. Ja. Maar men bleef daar maar mee bezig en die een podium te verschaffen. En datzelfde geldt voor D66. Dat ze zijn echt niet. Dan blijkt dat het niet werkt. De darlings van de journalisten kennelijk, die D66. En FVD komt helemaal niet aan bod. Behalve Ongehoord Nederland. Dat is eigenlijk de enige om. 2 keer 40 minuten per week. Ja, dan mogen ze af en toe aanschuiven, FVD. Dus dat is... Maar goed, ze hebben een eigen kanaal ook. Hè? En dat wordt heel goed bekeken. Het is een heel leuk programma wat ze hebben. Ja. Goede gasten ook. Ja, vind ik ook. Inhoudelijk, maar ook prettig om naar te luisteren. Dat werkt natuurlijk ook. Zeker. Dat werkt ook. Tuurlijk. Het is dat mensen geniet ook. We hebben ook geen aandacht. Maar we genieten ook van een eigen publiek en een eigen kanaal. Dus... Absoluut. Wat je een beetje ziet dus met FVD op het moment... dat is een beetje wat je lang geleden met Abraham Kuyper had. Hè? Het is een soort van herzuiling. En je eigen universiteit. Je eigen universiteiten, je eigen scholen, je eigen televisiekanalen, je eigen uitgeverijen. En dan zeggen mensen, ja, dat is toch, dat moet je niet hebben. Nee, maar het moet maar nodig zijn. Hè? Als jij overal wordt uitgesloten en kranten zeggen, we publiceren je artikelen niet. En uitgeverijen zeggen, we willen je boeken niet hebben. Ja, dan kan je blijven bedelen en zeggen, nou, laat ons alsjeblieft ook meegaan. Maar meedoen. Maar je kan ook zeggen, nou ja, jongens, dan richten we onze eigen uitgeverij wel door. Je kan dus wel zeggen dat dankzij de sociale media en de inspanningen in de sociale media. Ja, en ook de professionaliteit waarmee je daarmee bezig bent... mede bepalend is voor de wijze waarop je het publiek kan benaderen. Zeker. En dat, dat doet voor de democratie in wezen heel goed. Ja, en dat is ook een beetje de redding in een zekere zin. Ja. En als het mogelijk blijft om die Europese regelgeving... die allemaal zich gaat inzetten voor de bestrijding van... tussen aanhalingstekens nepnieuws, misinformatie, desinformatie... is natuurlijk heel gevaarlijk... als het mogelijk blijkt dat een beetje buiten de deur te houden... dan heb je op internet natuurlijk een hele hoop vrijheid. Dat geldt ook voor Weltschmerz en voor allerlei andere. Ja, toch? Nee, we worden wel gecensureerd. Maar niettemin, dat klopt inderdaad. In zekere zin... Als je daar een beetje tussendoor kunt... Kijk, met Weltschmerz is het heel aardig. We hebben een stap gedaan naar buiten toe. We zijn nu veel meer internationaal aan het worden. Ja. Waardoor we niet in de bubbel in Nederland blijven hangen. Ja, mooi. We hebben een documentaire... Ja, weet ik. Zeer succesvol is. Geweldig. Internationaal nu opgepakt wordt. Super. We zijn met een tweede documentaire bezig die ook internationaal zal gaan. Ja. Dus we zijn ook een beetje Nederland aan... ik wil niet zeggen weg aan het groeien, dat tegendeel, dat zeker niet. Maar we zijn wel onze vleugels aan het uitslaan. Ja, dat zie ik. En dat is mooi. Daar ben ik. Ja. Maar waar ik even terugkomend op die beweging die er is geweest... na het succes van Forum voor Democratie. En dan zie je dat alle poten worden weggezaagd. Thierry die wordt enorm gedemoniseerd, et cetera. Ja. Zo erg dat wij daar een vergelijking maakten met in de tijd Pim Fortuyn. Van, jongen, let op jezelf, kijk uit. Zeker, Maar dat zie je nu bij de winst van de BBB, zie je dat niet. Nou, wat ik nu zie, dat is dat, dat komen, Carolien, die zit aan tafel nu op dit moment bij Rutte. En er wordt geluisterd, er wordt ook gezegd van hier moeten we iets mee. En er zijn tegenstrijdige geluiden. Je ziet dat CDA ineens in de problemen is gekomen. Dus het kabinet is in de problemen gekomen. Dus die invloed van BBB is eigenlijk veel groter... dan de invloed was van Forum voor Democratie. Er zit een verschil. Heeft dat te maken, de vraag is... heeft dat nou te maken met het feit dat Forum voor Democratie veel radicaler was... waardoor het kabinet er helemaal niet mee om kon gaan... en BBB veel minder radicaal is en zeg maar in de marge... tot veranderingen kan komen, zou daar... Nou, ik denk wel... Er zijn echt twee dingen. Eigenlijk twee vragen. Vraag één is,
zullen de media zich anders gaan opstellen ten opzichte van BBB dan ze gedaan hebben ten opzichte van FVD de afgelopen 4 jaar? Dat moet nog blijken, zeg ik dan. Want 1 dag na die verkiezingen, na dat spectaculaire resultaat van BBB, waar de media in die zin denk ik wel een bijdrage aan hebben geleverd. BBB is heel positief benaderd. Maar ze hadden nog niet gewonnen. Of je zag al Tweebeke en Noorlander, die zag je eigenlijk al zagen aan BBB. Hè? Ja, maar van nou, of die zoveel zouden los gaan wrikken, dat was me helemaal de vraag en zo. Nou, dat was dus, het was de dag daarna begon het al. En ik denk dat als zij succesvol zullen blijken te zijn, in die zin dat ze de club bij elkaar kunnen houden en je krijgt niet allerlei afscheidingen. Nou, dan denk ik dat die BBB ook nog wel een moeilijke tijd tegemoet gaat. Maar het zou kunnen ook, dus moeten we zien. Maar het zou ook kunnen zijn dat je gelijk hebt dat toch de Gideon van Meijeren en Thierry Baudet, dat die toch nog een stuk irritanter zijn dan mevrouw Van der Plas. Ja. En waar zit hem dat in? Ja, hoe krijg je dat voor elkaar? Hè? Zoals Baudet die bij de algemene politieke beschouwingen het voor elkaar weet te krijgen dat het hele kabinet wegloopt. Ja, en dan, ja. En mevrouw, ja toch? Dat is toch hoe krijg je het voor elkaar? En dan was hij dus nog, nou, hij was nog niet eens op zijn meest provocerende. Hij stelde wat vragen over de opleiding van mevrouw Kaag aan St. Anthony's College. Hè. Je zou toch zeggen, daar moet toch een minister van Financiën gewoon antwoord op kunnen geven. Maar nee, ze stapt op en ze is beledigd. Als wat is het? Het was eigenlijk een erkenning van wat Thierry zei. Ja. De schouders bij ophalen en zeggen, meneer, doe uw onderzoek nog eens over. Weet je wel, dat had ook gekund. Ongelooflijk. En ook helemaal in strijd met het staatsrecht. Artikel 42 lid 2 van de Nederlandse grondwet. De ministers zijn verantwoording verschuldigd aan de Tweede Kamer. Als dat dus de lijn wordt, dat de minister kan zeggen, nou, deze vraag bevalt me niet. U heeft mij beledigd met uw vraag en die loopt dan weg. Ja. Dat is natuurlijk ongehoord. Ja. En ook heel vreemd trouwens, dat de Nederlandse verzamelde staatsrechtsgeleerden, die zeggen niks. Oh, nou ja, dat is toch kennelijk de nieuwe situatie. Nee. Kabinet loopt weg in de Tweede Kamer. De media heeft nergens een mening over als het gaat over het kabinet en over de partijen die daar. Nee, dat was heel erg. Maar het is ook wel weer gek dat hij dat voor elkaar krijgt, Baudet in dit geval, dat ze zo sterk op de kast gaan zitten. Maar goed, zwakke zou het kunnen zijn dat er autoriteitsconflict zit eigenlijk in die partij Vorm voor Democratie, waardoor ze veel feller van leer trekken en minder een brug slaan naar de zittende politiek. Dus je zou ook kunnen zeggen, het is niet diplomatiek om op deze manier politiek te bedrijven. Nee, dat is het zeker niet. Het is uiterst ondiplomatiek. Ja. En ik denk dat het verschil ook. Kijk, BBB die heeft een andere opvatting over stikstof en die wil een beetje minder stikstof. Hè? Minder. Nou, dat is een hele interessante. Dat is één dingetje, ja. Maar FVD, dat gaat over de rol van het internationale recht, de hele internationale rechtsorde, herstel van de soevereiniteit van Nederland, opnieuw weer democratische controle over je eigen land. Dat is een hele lange lijst van veranderingsvoorstellen, pijnpunten. Ja. En dus ik begrijp wel dat men dat ergerlijk vindt. Maar in een volwassen democratie zou je dat dan middels het woord moeten kunnen uitvechten. Ja. En zouden ze de vragen van die Kamerleden moeiteloos moeten kunnen beantwoorden. Maar je ziet nu. Deskundigheid is er helemaal niet meer. Nee, en ook kennelijk niet de. Ook niet de urgentie en niks hebben eigenlijk. Ik weet het niet, maar het is. Er is geen dynamiek in die Kamer. Een beetje de arrogantie van de macht. Ik zit daar naar meneer Grapperhaus te kijken achter je. En als minister van Justitie, nou, dat was nog niet een begin van een antwoord op een van die lastige vragen die dan. De jongen die heeft gewoon de vraag ongelooflijk nooit beantwoord. Nee. Die heeft gewoon de wet naast zich neergelegd en heeft gewoon de zaak laten lopen. Ja. Even terug naar Van der Plas en de BBB over dat stikstof. De vraag is. Ja. Kijk, er zijn wetenschappers die zeggen stikstof, het is de ellende van de huidige samenleving, van de huidige wereld. Mm. Daar moet wat aan gedaan worden. Er is een andere groep wetenschappers die zeggen het is een politiek probleem. Ja. Ze hebben het bedacht. Ja.
En die twee die komen niet bij elkaar. Die worden ook niet aan tafel gebracht. Nee, voorst nog niet. Nee. Nee. Je zou kunnen zeggen dat de BBB een is toch een marketingpartij. Dat hebben ze verschrikkelijk goed gedaan. Mm. En die hebben dat onderwerp van dat stikstof hebben ze naar voren gehaald. En zijn dus voor die boeren gaan staan. Ja. Ik denk dat dat een belangrijk deel is van, van de winst. En op, een voor het algemene publiek acceptabele manier. Want FVD staat veel meer voor die boeren dan BBB. Ja. Maar mevrouw van der Plas heeft een intellectuele manier. Ja. Hoge knuffelbaarheidsgehalte. Ja. En ze denken, nou, dat blijft het binnen helder. Het is gewoon helder, iedereen begrijpt het. Et cetera. Ja, en zelfs mensen in de Tweede Kamer kunnen het begrijpen. Dat zeg ik wel. Maar wat mijn vraag is, is het strategie dat ze het stikstofprobleem wel bespreekbaar vindt. Dus niet zegt van het is onzin, we stoppen ermee. Ja. Dat ze zegt van nee, dat stikstof, daar moeten we wat aan doen. Dan stellen het alleen uit. Ja. Is dat een strategie om af te stellen? Om te zeggen van we stoppen helemaal, maar we geven ze de ruimte en de gedachte om daar 5 jaar langer over te doen. Ja. Met het idee dat wij ook 5 jaar langer bezig zijn om te zorgen dat het helemaal stopt. Of is het inderdaad zo dat BBB echt het stikstof een probleem vindt? Nou, daar moeten we in de ziel van die partij kijken. En ik weet ook niet of er één ziel is. Er zullen heel veel verschillende mensen daar verschillende gedachten over hebben. Want ik vind wel dat ze tot op heden heel goed vanuit één mond, één neus de richting uitnemen. Ja, maar we zijn twee weken verder. De grote oorlog van alle tegen alle binnen zo'n partij. Sorry dat ik een beetje cynisch ben. Maar ik kom zelf uit zo'n partij natuurlijk waarin ik dat gemerkt heb. Dus die mensen, je zit op een gegeven moment in een hele grote club, zit je in die kamer. En dan beginnen mensen na te denken, waar staan we eigenlijk voor? En dan begint het grote bewustwordingsproces bij al die mensen. En dan blijkt dat er duizenden meningen zijn. Dat zou je ook met Pieter Omtzigt hebben op het moment dat hij met een hele hoop mensen in die kamer gaat zitten. Dus ze zitten er nog niet een dag. Of ze zien dat ze er toch heel anders over denken allemaal. Ik krijg de indruk dat ze heel lang hier al mee bezig zijn. Heel veel voorbereidingen hebben getroffen. Hele goede mensen hebben weten te selecteren. En daar training mee op los hebben gelaten, et cetera. Dus het lijkt wel alsof ze echt goed voorbereid zijn geweest. Beter, denk ik, dan Forum voor Democratie in het verleden. En zeker Pim Fortuyn, want die heeft gewoon op het laatste moment heeft hij zijn vriendjes erbij moeten halen. We gaan het zien. Want het is een beetje, ik bedoel, de toekomst zal het leren. Maar wat je ook wel hoort, dat er toch, met name als je een beetje naar onderen van die lijsten gaat, dat er toch ook mensen die worden nu actief, die niet hadden gedroomd dat ze ooit nog actief zouden moeten worden. Ik weet het niet. We zullen het zien. Overigens vind ik het leuk dat ze er zijn. Hè? Ik gun het natuurlijk FVD meer. Mijn eigen partij gun ik het meer. Ik denk dat die partij een gewoon veel interessantere, grotere agenda heeft. Wat veel verder gaat dan alleen stikstof. Maar dat over te maken heeft met het herstel van Nederland. Hè? Dus dat vind ik interessanter. Maar nu BBB zo groot is, vind ik dat veel leuker dan dat weer de VVD of D66 wat wint. En mijn indruk is dat we nu ineens met echte mensen te maken hebben. Ja, vind ik ook. He, dus komen echt mensen en die zeggen gewoon waar ze voor staan. En dat had authentiek, politiek ook nodig. Authentiek, eerlijk. Geen carrière, politici, mensen met een ideaal. Nee, vind ik allemaal ook goed. Ja, dat zou ook nog wel eens een belangrijke factor kunnen zijn. Ja, dat zou ook voor partijen, dat die invloed van echte mensen, dat die best wel groter wordt, ook bij andere partijen. Ja, dat zou. En dat is dus een optimistische scenario. Daar gaan we voorlopig even in mee. Maar dan kom ik even bij helemaal de aankondiging. Aardverschuiving en fopspeen. Ik ben erg bang dat het ook fopspeen zal zijn. En dat heeft een beetje te maken met het Nederlandse bestel. Hè? Kijk, dus nu is BBB, die komt dus met 17 zetels in die Eerste Kamer. Ja,
Oké, maar er zijn 75 zetels, hè? En je moet er achter coalities maken, ja. Maar je moet die 17 moet je heel erg ophogen totdat je aan die 38 komt. Dus die helft van die 75. En dat brengt met... En dan heb je dus een... Dus de coalitie heeft verloren, oké. Maar ze hebben dus nu, gedoog. Het is eigenlijk geen oppositie. GroenLinks en PvdA is geen oppositie. Die zit daar heel dicht op. Dus... In wezen zou je kunnen zeggen... Ze kunnen links, soms kunnen rechts, soms... Ze kunnen alles doen. En dat is de idee. Ja. Maar in de provincies heeft het invloed. En wat ook zo is, dat is dat de provincies autonomie hebben over een aantal zaken. Vooral ook over die hele stikstofproblematiek. Nou, ze moeten... Er zijn richtlijnen. Ja, het zijn richtlijnen. Maar ik ben bang dat het spel heel hard gespeeld zal gaan worden, hoor. Ze hebben dus Europese richtlijnen. Het kabinet implementeert die blind. En dat zullen ze gaan proberen door die provincies te duwen. En dat zal er hard aan toe gaan. En dat zal tot rechtelijke uitspraken zal dat gaan leiden. Nou, die rechtelijke macht heeft zich eigenlijk tot nu toe ondersteunend opgesteld ten opzichte van de coalitie. Dus ik ben daar niet zo gerust op dat zal nog heel moeilijk worden om daar iets te bereiken. En dan krijg je interne spanningen binnen zo'n partij. En dan krijg je hardliners en softliners. En dan gaat zo'n partij, dan krijg je weer afscheidingen. En weet je, dit is natuurlijk het spel dat de premier tot in zijn vingertoppen beheerst. Ja, dus het hele nieuwe leiderschap van mevrouw Kaag, die zegt zo is het en daar een chagrijnig gezicht bij trekt, die is totaal ongeschikt als premier. Ja. Hij is als een vis in het water. Ik denk dus, mevrouw Kaag die gaat met bewondering naar Rutte zitten kijken van, je hebt al wat wel in huis, wat we nu doorheen moeten loodsen aan kwaliteiten en capaciteiten en sluwigheden en beloftes doen die niet nakomen. Dan vervolgens mensen weer doen geloven dat het ook heel redelijk is dat hij zijn beloftes niet heeft nagenomen. Nou, kortom, dus nee, ik denk dat eigenlijk, dat is heel paradoxaal, de VVD heeft verloren, maar ze staan met Rutte op dit moment sterker dan ooit. Ja. En D66 is zwakker komen te staan. Dat is wel fijn. Daar ben ik wel blij mee. Ik ook, ja. En, CDA en, ook? Ja, ik ook. Ja, ik ook wel. Hoewel ik de belangrijkste, de democratie ondermijnende partij op dit moment is D66. Die hebben echt absoluut de gekste met een partij. Ze willen een partijverbod en ze willen dus... Je introduceerde mij net als fundamenteel rechts. Nou, volgens D66 moet de term extreem rechts moet gewoon... Hè, de hele... Bijeen is een klein partijtje, maar D66 die neemt de hele mindset van woke over van Bijeen. Dat is gewoon nu helemaal het standaard discours geworden bij D66. En iedereen is een fascist of een nazi of is extreem rechts, die maar een heel klein beetje buiten de orde iets voorstelt. Dus dat is echt wel een gevaarlijke partij geworden. Opmerkelijk. Dat zou Hans van Mierlo, die zou zich omdraaien in zijn graf. En ik denk zelfs dat ze... Dat Jan Terlouw wel denkt... Jan Terlouw heeft er ook problemen mee. Ik denk het wel. Dat is veel te... Laat hij ook wel horen. Dat is veel te redelijke man eigenlijk voor deze koers die er nu gevaren wordt. En daar zal hij zich niet in herkennen, denk ik. Het is een echte gevaarlijke partij die verboden zou moeten worden. Ik ben niet snel van een partijverbod. Maar zij zijn wel heel gevaarlijk. En ik zou eigenlijk het liefst hebben dat partijverbod, zoals het op het ogenblik dus nu klaar ligt, en wat in feite gemaakt is een beetje om PVV en FVD te kunnen verbieden, dat moet het niet halen. Ja, PVV zal nooit verboden worden. Men begint natuurlijk bij FVD. Want die is redelijk klein. Dus dan denk je, dat krijgen we voor elkaar. Maar als het lukt om FVD te verbieden, dan denk ik dat ze zeker ook de PVV ook zullen proberen. Pardon, sanitair rond de PVV functioneert perfect. Dus ze mogen erbij zijn. En je hebt natuurlijk als regering heb je altijd een soort uitlaat nodig van een partij die het allemaal wel zegt. Maar daar wordt verder niet naar geluisterd en daar hoef je ook verder niks mee te doen. En dat is PVV natuurlijk perfect in.
Ja, dat zou kunnen. Nog even één vraag. Ja. En dat is, de, zeg maar, daar wordt ook in de sociale media behoorlijk op... gediscussieerd, over gediscussieerd. Mm. En dat is de, zeg maar, de belangen achter de oprichters van BBB. Hè? Ja. Dat zijn dus toch grote multinationale bedrijven. Ja. Ja. Bestaan die? Hebben die, zouden die invloed kunnen hebben op die partij? Of zouden ze die kunnen krijgen? Zou daar een verband zijn? Hoe zie jij dat? Nou, daar weet ik het fijne niet van, maar dat kan, is het denk ik zeker. Is het een gevaar? Natuurlijk is het wel een gevaar, ja. Al die, kijk, ik heb 40 jaar aan een universiteit gewerkt en altijd gedacht dat de zaken functioneren zoals in de grondwet beschreven staan. Maar ik ben wel ook een beetje geleidelijk aan ontnuchterd. Er zijn allerlei invloeden, net als in het Europese, in de Europese Unie. Dus die lobby, de BAX-lobby en al die NGO's, daar wordt overal gelobbyd. En dat zijn soms hele machtige lobby's. En in de EU zie je ook dat die mensen gewoon ook steekpenningen aannemen. Hè? Dus de socialisten die hebben steekpenningen aangenomen. Dat gaat het om gigantische bedragen. Dan gaat het om nog een veel grotere bedragen. Daar hebben we hier in Nederland helemaal nog niet mee te maken. Maar het kan natuurlijk wel, ja, die grote bedrijven. Ja, tuurlijk. En dan moet je ook, ja, je moet dus onderzoeksjournalistiek hebben. Ja. Weltschmerz, ongelooflijk Nederland, die dat gaan uitzoeken. Maar dat lijkt in Nederland ook een beetje dood. Ik bedoel, ze maken zich zorgen over appjes appjes bij FVD. Dat vinden ze heel interessant om daar helemaal op te duiken. Of Tom Egbers, die heeft met een 10 jaar geleden heeft hij met iemand gezoend. Wist je? Ja, dat? Ja, ja, ja. Ja. Kijk, de Derde Wereldoorlog is niet iets wat je bespreekt. Nou ja, goed, Poetin is een schurk en zo. En, maar het is, dus er is ook, nou ja, er zit ook een beetje in een crisis van de, ja, dat hoef ik jou niet te zeggen, crisis van de journalistiek natuurlijk. En ja, er is, je zou zeggen dat het een revolutie is in de journalistiek. Ja, het is natuurlijk een beetje geleidelijk. Maar als ik dus nu zie... Wat zag ik nou als advertentie voor Vrij Nederland? Ja, die kritiseerden de macht. Pardon, ja. ze houden het kabinet overheid. Ze kritiseren helemaal niks. Ze worden betaald door de macht. Ja, dat was natuurlijk heel anders in de jaren 70 en 80. Het is al ongelooflijk dat... ik meen dat het inmiddels 12 jaar geleden is... dat al die kranten, die Nederlandse kranten... in Belgische handen zijn gekomen in één keer. Ja. En het NRC zou verkocht worden, hè? Ja. Het NRC zou verkocht worden. En dat is nooit gebeurd. Nee. Nee. Het hoefde niet. Nee. Het is een heel opmerkelijk... en dan met subsidie van Brussel. Dus niet van Europa-Brussel, maar van de Belgische Brussel. Want die hadden een belang om de invloed... om de Nederlandse positie ten opzichte van Europa... om dat te beïnvloeden. Ja. Ja, er is eigenlijk meer behoefte aan kritische journalistiek dan ooit. Hè? En ook zowel in de geschreven pers als ook de televisiejournalistiek. Dat moet opnieuw ingericht worden. Het moet eigenlijk opnieuw ingericht worden. Dat is wel deprimerend. Ja. Nou ja, weet je, de journalistiek hoort de macht te controleren. En dat heeft zo wel gewerkt. En vroeger hadden we natuurlijk zuilen. En dan was het ook niet echt de macht controleren. Maar dan controleerde je... De zuilen, de politiek waar je dus niet mee verbonden werd. Maar dat functioneerde op een bepaalde manier wel. En nu functioneert het helemaal niet meer. Ja. En nu heb je een nieuwe zuil. En dat is dus de nieuwe journalistiek, hè? Dat zei hij. Ja. En die doen dat. Maar ja, die moeten wel een partij. Die moeten vechten. Die moeten echt vechten voor absoluut. Bestaan. En, wij krijgen geen geld. Hè? Wij moeten echt bedelen om geld. Ja, nou heb je nog met Weltschmerz heb je natuurlijk nog de, ik kan niet zeggen comfortabele situatie, maar in ieder geval niet de ergernis van voortdurend die strijd te moeten voeren, die ongehoord Nederland dus nu moet voeren tegen de NPO en tegen de ombudsman, hè, de ombudsman NPO, daar heb je godzijdank niet mee te maken. Maar ze gaan daar wel zo goed mee om, vind ik zelf, daar gaan ze zo goed mee om, dat... het publiek ook begint te begrijpen hoe het in elkaar steekt. He, dus het heeft ook een voordeel. Ja, maar sorry? Ja, je moet je ook voorstellen. Ja. Zij zijn eigenlijk de enige partij die buiten de bubbel treedt. He, je bedoelt... Ongehoord. Ja. Heeft een half miljoen kijkers. Ja. Is heel veel, hè?
dat is niet meer de bubbel van MacBox, van Weltschmerz. Nee, oké. Okay. Ja, ze doen het ook fantastisch. Dat is fantastisch. Ja, dat is zoveel groot belang. Ja. En het feit dat daar dus een strijd geleverd wordt, is inherent aan de positie die ze hebben. Dus ze maken zichzelf alleen maar geloofwaardig door die strijd. Hè? Dat Kastens, die pakt het heel goed op. Nee, dat is ook heel... Maar ik bedoel, ze hebben het, snap ik. Ik wou dat ik het probleem zou hebben, eigenlijk. Oké, maar ze hebben natuurlijk wel eens het zwaard van Damocles boven de hoofd hangen. Dus er zijn al, wat is het? Ze hebben al 3 keer grote sancties opgelegd gekregen. Ja, maar na die 3e keer kan die staatssecretaris, die kan zeggen, ja, nu is de tijd rijp en we trekken de stekker eruit. Jij denkt dat het niet gaat gebeuren. Nou, dat hoop ik ook. Dat hoop ik. Ook weet je waarom? Ik zou je ook zeggen waarom het niet gebeurt. Omdat ze dat niet aandurven. Daarvoor is die aanhang te groot. En de kijkdichtheid is te groot. Ja. Dus dat doen ze niet. Maar wat ze wel doen hiermee, dat is dossier opbouwen. Ja. Om straks bij het verlengen van de vergunning, om die te stoppen. Nou ja, dat is toch ook heel erg. Dat is 5 jaar. Hè? Dus, jij denkt dat ze al die tijd... Jaar, ze mogen dus 4 jaar mogen ze op het term. Hè? Ja. Daarna wordt opnieuw geëikt van wat is het geweest, et cetera. En dan kunnen ze zeggen, nee, we stoppen ermee. En alles wat er op dit moment gebeurt, is dossier. Nou, dat zou... Niet zou, meer dan dat. Oké, nou, ik hoop en daarom dat... Is het maar zo dat goed. Nee, maar daarom is het ook zo goed dat het er is. Ja. Omdat Karskens, slim genoeg, daar zo gebruik van maakt... dat hij zorgt dat hij binnen die 4 jaar gewoon echt een hele grote groep heeft, waardoor die gewoon ook meer zendtijd. Zendtijd. Nou ja, goed. Ik hoop het van harte, maar ik bedoel, ik heb ook een paar rapporten geschreven over Ongehoord Nederland als reactie op die rapporten van de ombudsman. En toen heb ik wel gezien, nou ja, die ombudsman, dat functioneert van geen meter. Het van tevoren geschreven. Die zijn maar het zit zo zwaar met eigen opvattingjes over hoe de wereld in elkaar moet zitten. Dan denk ik, mevrouw, heel eenzijdig ook, hè? Heel eenzijdig. Maar het is ook zo heel raar, want je kan dan... daar heb jij niet mee te maken. Maar als je dus binnen dat publieke bestel zit, dan moeten ze dus die klachten die er binnenkomen. Dus iemand die... Laat ik zeggen, die de VARA de allermooiste omroep vindt die er is. Die zit naar een programma van Ongehoord Nederland te kijken. En die zegt, oh, dat moet niet. Die gaat een klacht indienen. Ja. Dan komt dat dan binnen bij die ombudsman. Die gaat het doorsturen weer naar de omroep waarom het gaat. Dus die moeten daar een hele hoop tijd in gaan stoppen om die klacht te beantwoorden. Nou, doorgaans is het niet meer dan een verwensing naar het hoofd van een van de presentatrices of zo. Weet je wel? Dit wordt dus allemaal aangestuurd door de NCTV, hè? Die zorgt ervoor dat die klachten komen. Die zorgt ervoor... Dat denk jij, oké. Nou, ik moet je zeggen, inderdaad, dat is een gekke organisatie. Ja. Dat ben ik met je eens. Ja. Ja, dat is een gekke organisatie. Maar goed, maar hoe hebben we dat nou zo op kunnen zetten? Dat je het dus een interessante klacht vindt dat iemand die... moet je voorstellen, dat iemand die zijn hele leven VVD'er is, dat hij een klacht over de PvdA kan gaan indienen bij de kiesraad. Dat kan wel. Maar waar het fout gaat, dat is dat het serieus genomen wordt. Ja. En daar zit het. Ja, ja. Nou, wij krijgen ook natuurlijk ontzettend veel mails. Heel veel mails zijn heel interessant en serieus te nemen. Ja. Maar ook vaak niet. En dan kan je er toch nog wel reageren. Of je zegt van, nou, daar hebben we geen tijd voor. Weet je? Het is een ongelooflijk werk. Ik hoor dat dus van die... van de mensen bij Ongehoord Nederland. Dat is een heel groot gedeelte van de dag. Ben je daarmee bezig met die merk? Ja. Maar goed, het positieve is natuurlijk... dat vind ik dat je helemaal gelijk in hebt. Het is ongelooflijk van belang dat er onafhankelijke journalistiek weer komt in Nederland, die er echt nu niet is. En binnen dat is Weltschmerz op het internet, zou ik maar zeggen. En dat is Ongehoord Nederland, is dat binnen het publieke bestel. Was er ook een beetje zo... aanvankelijk bij Poont, vond ik. Ja. Ik vond dat die Rutger Kastinger vond ik aanvankelijk dat leuk en was verfrissend. Maar dat is helemaal ingekapseld. Je moet weten wat die mensen verdienen op jaarbasis. Ja. Dan ga je gewoon kijken. Dan raak je wel ingekapseld. Waar je voor kiest. Dat is natuurlijk een ding. We hebben ook natuurlijk de andere kranten.
dan ga je vanzelf wel spelletjesprogramma's presenteren. Ja, nee, en dan ga je, word je mild. Ja. Dan word je heel mild. Natuurlijk. Tuurlijk. Maar je hebt dus ook de andere krant. Ja. Het voordeel van de andere krant is dat het niet afhankelijk is van de big tech. Nee. Dus die kunnen niet gecensureerd worden op die manier. Nee, dat is wel handig. En dat is echt heel belangrijk. Ja. En die hebben ongeveer zo'n 12.000 leden en abonnees. En dat vind ik heel opmerkelijk. Ik ga ervan uit dat er 4 miljoen mensen in Nederland zijn, en zeker nu na de verkiezingen, 4 miljoen mensen in Nederland zijn die zeggen van dit klopt niet. Ja. En ik wil weten wat er aan de hand is. Dus deze krant, die zou dat kunnen doorbreken. Net zo goed als dat Ongehoord Nederland het doorbreekt. Ja. Komt uit die bubbel. Ja. Deze krant zou ook uit die bubbel kunnen, maar ze doen het niet. Mm. En ze nemen niet het voortouw om ledenwerving te doen, et cetera. Terwijl dit zou je op dit moment moeten doen. Nee, dat had je al moeten doen. Dat had je al moeten doen. Je kan volgens mij in een half jaar kan je 100.000 leden hebben. Abonnees hebben. Dus het is zo belangrijk. We hebben dus in ons midden hebben we een instrument. En dat wordt niet zo gebruikt, zo strategisch gebruikt, dat we uit die bubbel komen. En daar heb ik echt moeite mee. Terwijl prachtig inhoudelijk is het beste krant van Nederland. Het is inhoudelijk. Krant, ja. Karel Beckman. Ja. Supergoed. Okay. Echt supergoed. Inhoudelijk supergoed. En het komt niet verder dan die 10.000, 12.000. Vooralsnog. Ik hoop dat daar verandering komt. Maar de lethargie bij het algemene publiek is ook wel groot. Valt mij altijd weer op. En dan bedoel ik. Dat mensen blijven heel sterk ook veel meer dan ik had gedacht, toch een beetje half verveeld hangen bij de traditionele media. Ze blijven het is ook een kwestie van, je leest je hele leven al het Parool en dan ga je door. Je leest NRC Handelsblad dan nog. Maar het is niks, maar goed. En de Volkskrant, het is niks. Of ik weet het ook wel, het is allemaal propaganda. Ja. Maar goed, we hebben die krant al zo lang en we willen hem 's morgens op de keukentafel hebben. Dat gevoel is ook heel groot, hoor. Ik ben dus 72 en ik heb die naoorlogse jaren heb ik natuurlijk meegemaakt. Hè, dus de jaren 60. Ja. En als ik nu kijk waar we nu in zitten. Hè, toen was er een enorme verandering. Je had Provo. En dat is allemaal. Ja, ja. Maar je had toen een oorlog achter de rug. Mm. En je zat met een wederopbouw. Dus zowel als het ging om woningbouw, maar ook vooral economisch gezien, moest er een nieuwe samenleving ontstaan. Mm. En de clash die er toen was, dat was de bestuurlijke elite van voor de oorlog, die kwamen weer in het zadel. Hmm. En die begonnen eigenlijk de zaken te vervolgen zoals dat voor de oorlog gebeurde. Ja. En toen kwam mijn generatie. Ja. En die zei van, we gaan een nieuwe samenleving beginnen. Precies. En die dynamiek, die missen we nu. En dat is heel raar. En jouw generatie die zit lekker op het plus. Is het jij niet, hoor. Jij zit hier. Je hebt het naar je zin. Dit is mijn. Nee, maar jouw generatie zit natuurlijk ook allemaal op mooie banen daar bij de NPO. En dan zijn ze daar de nieuwe verandering aan het tegenhouden. Ja. He, van BBB en F. Weet je wel. Dan zie je dus dat die mensen ook allemaal een enorme. Die zijn hoofdredacteur van die kranten. En dan gaat het ze allemaal ineens veel te hard en veel te snel. En dan willen ze wat Hillary Clinton noemt, de deplorables van hun weghouden bij hun poorten. Dat is natuurlijk ook een heel interessante. Ik ben heel benieuwd waar we naartoe gaan. Ik ben blij. Ja. Echt, ik ben oprecht blij dat ik dit mee mag maken. Ja, het is wel een spannende tijd. En ook leuk. En ook en amusant. Het is amusant. Ik sta er in ieder geval met humor. Cabaretesk bijna. Ik heb zorgen. Ik heb ook zorgen over de nieuwe generatie. Over mijn kinderen. Over mijn kinderen. Daar heb ik hele grote zorgen over. Ik ook. Maar ik ben blij dat ik een betrokkenheid heb erbij. Mm. Dat ik misschien iets kan bijdragen. Dat is voor mij echt wel een heel belangrijk ding. Jij zegt. Toch wellicht een fopspeen. Ja, ik ben bang van wel. Wat zou jij Carolien aanraden op dit moment? Wat is jouw persoonlijke boodschap aan haar? Laat je niet inpakken. En blijf de verleidingen. Blijf wie je bent. Ja, blijf wie je bent. En de verleidingen zijn gigantisch.
En vindt de weg naar andere echte oppositiepartijen. He, dus op dit moment heeft BBB die heeft de mogelijkheid om zich te laten inlijven bij het kartel. En er zijn heel wat verleidingen. Zal ze aan blootgesteld worden en zal die partij aan blootgesteld worden? Ik zou zeggen, doe het niet. Sluit aan bij de echte opposities. Hou je poot stijf en werk net zo lang door dat je een meerderheid hebt van echte oppositie. Dat is de enige manier waarop je in de long run deze strijd kan winnen. Want dit kabinet moet weg. Maar ook de hele mentaliteit die dit kabinet overeind houdt. Moet weg. Ja, dus ik ben echt politieke elite die er op dit moment omheen. Absoluut, die moet weg. Ja. Ja. Dankjewel. Ja, was mooi. Dit was het. Hartelijk dank voor het kijken en tot de volgende keer.